Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 41 hier in Azerbeidzjan. Heb jij de vorige video in Spanje gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat was weer een uitstekende wedstrijd voor ons. We hadden daar onze vierde overwinning van het seizoen behaald met onze derde 1-2'tje van het seizoen natuurlijk. Verstappen kwam op P2 aan, wij pakten ook dat snelste racerondepunt. Dus de voorsprong wordt alleen maar groter en groter. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like hem als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even sociale media met gebruikersnaam in de beschrijving. We moeten een aantal dilemma's gaan doorlopen om te kijken of wij misschien wat dingen kunnen gaan verbeteren aan de auto namelijk. Zoals dat namelijk. De tijdlijn. We hebben zometeen een interview met Will Buxton. Die slaan wij gewoon over. Daar heb ik allemaal geen tijd voor om dat te doen. We hebben ook updates meegebracht. Kijk maar naar allerlei dingen die wij moeten doen. Het personeel department moet mijn focus even hebben. We hebben een trofee erbij namelijk. Dat was van Spanje toen wij die grote prijs wonnen. Voor de rest niks in de e-mail. Veel inkomen, 2,12 miljoen. Ook veel updates binnengehaald aan de auto. Een chassis department vraagt mijn aandacht voor een evenement wat plaatsvindt. Het zijn gewoon allemaal dilemma's die wij moeten doorlopen. We hebben heel veel cash, dus dat betekent misschien upgrades aan de faciliteiten. Maar eerst kijken wat we nog kunnen updaten aan de research and development-achtige kant. Want we moeten de auto blijven verbeteren dit seizoen. 3 updates nog gepland. McLaren is ook ingelopen op ons, dat zie ik. En is het lekker op naar het raceweekend hier in Azerbeidzjan. Weersverwachting is gewoon lekker droog. Geen regen voorspeld in de kwalificatie en de regen. Ik heb nog wat geld over, dus dat kunnen we gaan spenderen aan allerlei dingen. We moeten wel rekening houden met het contract van Verstappen. Kijk maar, rechtsboven zag je een melding. Ja, Azerbeidzjan, ik verwacht er heel veel van. Het weer zie je daar onder in het scherm. Practice 1 droog, practice 2 droog, practice 3 droog, kwalificatie droog en de race dus ook droog. Ik verwacht hier dat Verstappen weer bloedsnel zal zijn. Wij gaan hier denk ik last van krijgen vanwege het bochtige gedeelte van het circuit. Voornamelijk sector 2 is mijn knelpunt. 26 tegen 9 ten opzichte van Lewis Hamilton. 14 overwinningen dit seizoen in onze carrière gepakt. Laten we hopen dat we daar overwinning nummer 15 kunnen bijschrijven. We gaan lekker beginnen voor de kwalificatie hier in Azerbeidzjan. En gaan ons lekker opmaken voor een spectaculaire grote prijs. Daar gaan we dan voor de kwalificatie natuurlijk. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker zonnig weer dus. We proberen hier veel snelheid mee te nemen naar die tweede bocht toe. Die is ook heel belangrijk. En die nemen wij gewoon goed. De muur niet geraakt. Zo hoort het ook natuurlijk. Alles moet in Baku tot op het randje. Waarom? Elke tiende hier is goed meegenomen. We zijn aanbeland bij het hele lange rechte stuk van Azerbeidzjan. DRS gaat open. Armstrong naar een 1.39.6. En wij naar een 1.38.7 op P1. En Verstappen is 2 tienden harder gegaan, maar wij staan er gewoon bij.
Dat is goed om te zien. We zijn aanbeland bij Q2. Ik ga gewoon weer op de soft banden kwalificeren. In Spanje hadden wij een andere strategie gedaan. Dat doen we dit keer niet. Waarom? Baku staat meestal bekend om chaos. En een safety car is hier niet uitgesloten. Sainz probeert het op de medium compound. Wij zijn pas heel laat naar buiten gegaan om een tijd neer te zetten. Om een setje soft banden uit te sparen voor de wedstrijd. Weer DRS geopend. Is het zometeen kijken wat dit rondje gaat opbrengen voor ons. De vlag hangt uit hier in Baku. Voor Q2. Kijken of wij door kunnen komen naar Q3. We hadden daar even de apex gemist. Bij die laatste chicane namelijk. Op naar het rechte stuk. DRS geopend. Jazeker. Dicht langs die muur. En dan zijn we gewoon mooi door naar de top 10 shootout. Maar wat wordt onze tijd? Ik ben daar even benieuwd naar. Perez naar de eerste tijd en wij komen een seconde tekort op de Mexicaan. We stappen op P4, dat gat is 16e. Pijnlijk. We zijn aanbeland bij het laatste deel van Q1. Hopen op een wonder dat we misschien naar P4 kunnen. Pole position ga ik niet vanuit. Daar is Verstappen en Co. te snel voor. Met nog ongeveer 9 minuten op de klok. Proberen hier van alles om zo snel mogelijk door die bochten heen te gaan. We zijn aanbeland bij de S-secties. Hamilton naar een P2 met een 1.38.0. Wij nog op een P4. Sainz zet de snelste tijd neer met een 1.37.6. En wij komen tot een 1.38.1 op een P4. Op 3/10 van Daniel Ricciardo. We zijn inmiddels doorwezen naar een P7. Sorry, naar een P6. Mijn fout. En gaan misschien hopen op een plekverbetering. Verstappen teleurstellend op een P8. Max Verstappen stelt tot nu toe teleur. Had ik niet verwacht van mijn landgenoot. De vlag hangt uit. Verstappen is gewoon weer snel onderweg. We schieten ons gewoon hier in de voet. Want de delta is rood. Dat houdt in. Einde kwalificatie. We kunnen ons niet verbeteren hier in onze tweede run. Jammer, maar helaas. En dan is het zometeen gewoon op naar de wedstrijd. Eerst kijken wat de uitslag zometeen wordt. We zijn bij startfinish aangekomen. Het rondje zit erop. Wat is de uitslag? De uitslag is Verstappen dus naar pole position. Ricciardo op P2, 47.000 komt hij tekort. Charles Leclerc naar P3 komt 51.000 tekort. En wij dus naar een P8 op 18e. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Azerbeidzjan voor carrière aflevering 41. Dit wordt een lastige wedstrijd, maar er kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history. With controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. The Baku City Circuit measures roughly 6 kilometers and is made up of 20 corners and 2 DRS zones. The circuit winds around the narrow city, through the old town, and even brushes against the city's medieval walls. However, as beautiful as the setting is, this track is also a ferocious technical challenge, where the smallest of mistakes could lead to catastrophic consequences for all of our drivers. Now, Anthony Davidson, I wonder, might we be in for some early pit stops today for the midfield teams, all trying to put some pressure on or disrupting things for the leaders up front? If you're in the middle of the pack, you know, you got your own race to run, I don't think they're going to be thinking about causing trouble up front. However, closer to the head of the pack, don't be surprised to see some split strategies. If you're running second and third, for example, bringing one car in for an undercut while leaving the other one out there longer can put a lot of pressure on the leader and maybe force them into an error. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race.
Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, Carlos Sainz, and Norris, Hamilton, the Professor, Bottas, and Guan Yu Zhou, Russell, Ocon, Antonio Giovinazzi, and Gasly, Eilert, Stroll, Marcus Armstrong, and Christian Lundgaard, Mick Schumacher, Latifi, Mazepin, and Yuki Tsunoda. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Dan zijn we inmiddels lekker aanbeland bij de grid. Soft, medium, medium is de strategie. Neem extra fuel mee om gewoon hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 41 hier in Azerbeidzjan. We starten op een P8. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen in ieder geval gewoon goed op onze plek. Hamilton verdedigt al gelijk die binnenkant. Maar wij kijken hier toch naar een gaatje. En dat is P7. Momentje overstuur. Hamilton weg terug. Wij maken een dive bomb naar Norris. En Sainz raken Sainz. Want Sainz die gooit daar gewoon de deur dicht. En wij hebben onze voorvleugel wat beschadigd geraakt. Komen wel terug in de slipstream van Carlos Sainz. Kijken hier naar de binnenkant. Laten hem gewoon uitrollen. Duwen het Sainz compleet wijd. En dat is P5. Volgende heet dan Sergio Perez, Lando Norris en Ricciardo. Beide McLaren's op de medium compound. We zitten tegen het einde van de openingsronde hier in Baku. Als wij proberen in de slipstream te duiken van Perez, lukt niet, want onze overtakenknop is niet beschikbaar. We hebben te veel gebruikt en Max Verstappen zit een 1.45.2 neer. De snelste raceronde tot nu toe. Ricciardo op een P3. Charles Leclerc op een P2. Verstappen leidt nog steeds de wedstrijd. Beiden dus naar een P5. Norris op een P6, Sainz 7. Hamilton 8 volgens mij. Dan is het Guan Yu Zhou op P9. Terwijl we daar een aanval doen naar Perez. Die is geslaagd en P4 is van ons. De volgende heet dan Daniel Ricciardo. Onze allereerste punten van My Team Career Mode kwam in Azerbeidzjan. Herhaling van de start. Met Verstappen op pole position. Norris op een P2. De lampen sprongen uit. En we waren dus onderweg. Verstappen verdedigt al gelijk die binnenkant. Norris is wel goed weg. Ook die Ferrari coureur was goed weg. Is daar 3 dik. En dan is Verstappen die daar aan het langste eind trekt. Gelukkig. Die Ferrari probeert zich nog wel terug te knokken. Wij hadden daar een aanval. Ja, iets te opportunistisch. Weet ik niet. Maar Sainz gooide die deur gewoon dicht. Daardoor hebben wij wel voorvleugelschade. Proberen wij hier wel terug te komen in de slipstream van de Spanjaard. En dat lukte ook. Zaten ernaast. Rolden hem gewoon uit. En zo was die positie van ons. DRS beschikbaar gesteld in ronde nummer 3. Wij zetten de snelste race onder neer met een 1.41.6. Ricciardo is hier prooi. Ricciardo is gewoon gezien, kijk maar, want we komen in de slipstream. Kijken naar de buitenkant van de Australiër. Nemen genoeg ruimte. En dat is P3, een podium in handen. De volgende heet dan Charles Leclerc. Die hier in Baku veel pech kende. Zet de paars in sector 1 neer, een tiende sneller. Einde ronde nummer 3, begin ronde nummer 4 voor Max Verstappen. Die heeft Charles Leclerc dus in zijn spiegel zitten. Heeft ook DRS. Wij proberen tenminste bij te blijven bij die twee. En zijn 2/10 langzamer. We rijden een seconde harder dan Daniel Ricciardo. Alleen die rijdt op mediums. Wij zitten op de softbanden. We zitten hier erg dicht op de achterbak van Charles Leclerc te kijken en te koekeloeren. Komen in de slipstream, kijken hier naar de buitenkant. Leclerc remt laat, maar dan hebben wij deze knik. Die is voor ons en dat is P2. De volgende heet dan onze teamgenoot Max Verstappen. Kijken of wij dit seizoen weer een 1-2'tje kunnen gaan scoren. Misschien dat Max de wedstrijd wint, ik weet het niet. Einde ronde nummer 4 zitten we.
We hebben overtakeknop tot onze beschikking. Zitten in de slipstream van Verstappen. DRS geopend. En dat is de leiding in handen gekregen. P1 en de pit window is open. Gaan in ronde nummer 7 zoals gepland naar de medium compound. Verstappen kan misschien terugkomen bij ons. Deze keer is hij gewoon gezien, want het gat is opgelopen tot 18e. Dat rijdt Verstappen niet dicht met DRS. Daarvoor moet je er dichterbij zitten. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Een ronde later en Max Verstappen kruipt wat dichter naar ons toe. Dat gat is inmiddels 14e. We hebben een momentje overstuur op de exit. Dat helpt normaal niet. En dit keer ook niet, want Verstappen zit er dichter en dichter op. Dat gat is een 10e. Minder dan een 10e. En daar zit hij dan aan die binnenkant. Nee, want daar komt ook Daniel Ricciardo. Verstappen duikt naar binnen. Gaat voor een undercut. Ricciardo valt aan, maar wij verdedigen die binnenkant. En we duwen Daniel helemaal wijd. Carlos Sainz is ook naar binnen voor een pitstop. Russell dus op een P4 voor Alpine. Wij dus nog steeds aan de leiding. Er zijn nog 21 rondes te gaan, dus de wedstrijd is gewoon nog lang. Ronde nummer 7 en we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Gaan naar de medium compound en gaan ook gelijk een neus wisselen. Terwijl we ook even diezelfde neus hebben geraakt bij de pit entry. Oh, het is geel op het rechte stuk. En dat is Max Verstappen die daar gaat uitvallen. Max Verstappen finisht de grote prijs van Azerbeidzjan niet. Heeft een mechanisch probleem. Mijn teamgenoot finisht voor het eerst een wedstrijd in seizoen 3 niet. Brengt dit een VSC op. We komen net voor Carlos Sainz weer de baan op. Dat is wel goed. Zijn naar een P5 gegaan. Jammer van Max. Heel jammer. Hij staat daar nog steeds stil bij start-finish. Met een klein beetje overstuur vanwege die koude banden aan boord bij Verstappen. Zit hij te kijken bij Charles Leclerc. En Giovinazzi. En dan is het hier gedaan. Een mechanische fout voor mijn teamgenoot Max Verstappen. Die hem daar parkeert bij de pitstraat. We zijn inmiddels aanbeland in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Als wij Sergio Perez hebben genaderd voor P4. Zet de paars in sector 1 neer. 16e sneller. Daar vallen we dan aan bij de Mexicaan. Hij laat hem gewoon staan. Beetje wielbengen. Maar dan hebben wij een betere exit vanwege die versere banden. En dat is P4. De volgende heet dan Charles Leclerc. Dat gat is 5,2 seconden. Daar hebben wij Daniel Ricciardo die naar binnen is gedoken. En wij zetten de snelste raceronde neer met een 1.48.5. We hebben hier DRS van de Australiër. We hebben overtakenknop ingeschakeld. We kijken naar de binnenkant. En dat is P3. Een podium in handen. Met nog 16 rondes te gaan. De volgende heet dan Charles Leclerc. Dat gat is 3,4 seconden. En Lando Norris zit ongeveer 20 seconden voor ons. Zet de weerpaars in sector 1 neer. 3/10 sneller. Norris dus naar binnen voor zijn pitstop. We hebben hier DRS en overtakeknop van Charles Leclerc natuurlijk. En we rijden er gewoon naartoe. En we vallen hem hier aan die binnenkant. Was het een touché? Jazeker, we hebben Charles Leclerc per ongeluk geraakt bij die inhaalactie. Ja, doe maar rustig, Jeff. Komt goed. Alsjeblieft, nog 14 rondes te gaan. Met mijzelf dus weer terug aan de leiding in de grote prijs van Azerbeidzjan. Verstappen dus niet gefinished. Viel uit in ronde nummer 7. We zitten in ronde nummer 14. Als het daar weer geel is op het rechte stuk. En dat is een Williams die uitvalt.
Dat is volgens mij Marcus Armstrong die daar gaat uitvallen bij sector 1. Parkeert hem denk ik in bocht nummer 2. Jazeker. Marcus Armstrong finisht de race niet. Daar ook de bevestiging. Tweede uitvaller van de dag. Aan boord bij de Australiër. Of is het de Nieuw-Zeelander? Weet ik niet zeker. En hier is dan al gedaan. Heeft ook een mechanische fout. Zelfde als van Verstappen. En dat is uitvaller nummer 2 van de wedstrijd. Nog 20 deelnemers in competitie. 0 punten. Hij reed trouwens niet in de punten, maar goed. Voor de Kiwi. Wang Yuzhou uitgevallen. En Yuki Tsunoda uitgevallen. Wang Yuzhou en Yuki Tsunoda zijn uitgevallen in de wedstrijd. Safety car op de baan. Daar is iets gebeurd. Op het rechterstuk in ronde nummer 16. Alfa Tauri en Red Bull Racing. Die hebben een heel raar moment. Die hebben een heel raar moment. Het is gewoon een synchronisatie van dezelfde fout. Ze hebben gewoon in één keer een groot moment dat ze moeten corrigeren. Sturen weer terug en knallen vol de muur in. Kijk maar. Ja, Zhou moet iets doen. Dat doet ook Yuki Tsunoda. En het is hier gewoon een slagpartij van auto's. Aan boord bij Yuki Tsunoda. Ja, die doet iets. Maar ik weet niet wat. Hetzelfde geldt ook dus ook voor Guang Yu Zhou. Die uitvalt. Twee vliegen in één klap. Nog 18 deelnemers. En we duiken naar binnen voor onze late pitstop van de dag. Gaan naar de medium compound. De medium banden dus. En komen denk ik achter Lando Norris weer de baan op. Maar dat is geen probleem. Want wij hebben de versere banden van de twee. Want we komen sowieso voor Carlos Sainz. 2,7 is de pitstop. En Lando Norris is ons gepasseerd. Dat betekent dat we zometeen in, denk ik, in ronde nummer 20 weer gaan racen. En dan zijn de banden maar 2 rondes oud. Norris rijdt al op oude, harde banden. Dus dat belooft nog wat voor de wedstrijd. Ook voor de herstart. De safety car is inmiddels gewoon op de baan. Heeft Lando Norris opgepikt. En is het nu een tempo gaan rijden. En we zitten in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Als de safety car naar binnen duikt en Lando Norris mag het tempo gaan bepalen voor het slot van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. We zitten gelijk te kijken bij de jonge Brit om misschien iets te proberen om hem wakker te houden. We moeten het rustig aan gaan doen, wij zelf moeten ook wakker blijven. En gaan we hier al naast rijden om te laten zien dat wij hem voorbij willen. Alleen dat mag nog niet tot de finishlijn. We moeten ons een beetje inhouden. Spelen gewoon wat met het gaspedaal. Wanneer gaat Lando Norris op het gas? Hier dan. Jazeker, Lando Norris gaat op het gas. Maar wij zijn wakker gebleven. Hebben overtakeknop aan. Kijken naar de buitenkant. En Norris raakt de muur. Lando Norris heeft de muur geraakt in bocht nummer 1. Dat betekent dat de Brit naar binnen moet voor een nieuwe neus. Het gat naar Norris is inmiddels 1,4 seconden. Want Ricciardo is hem gepasseerd. Voor P2. We zitten in ronde nummer 24. Nog 2 rondes te gaan. Als Ricciardo het daar probeert voor een aanval. Kijkt hij naar de binnenkant. We nemen gewoon de bocht. En Ricciardo valt uit. Daniel Ricciardo. Uitgevallen in de wedstrijd. Het gaat hard hier met de deelnemers. Ongelooflijk. 5 auto's uitgevallen in de wedstrijd. Verstappen in ronde nummer 7. Armstrong in ronde nummer 14. Terwijl we hier aan boord zijn bij Ricciardo. Wij verdedigen ook wel heel fel hoor. Dat moet ik ook wel zeggen. Dan kijkt hij hier naar de binnenkant. Hier ook, jazeker. En dan, ja. Zit ik denk ik toch fout. Want ik neem die bocht gewoon veel te scherp. En ik heb hier wel denk ik een schuldgevoel bij. Dat was niet mijn bedoeling. Sorry Daniel. Helaas pindakaas. Maar goed, waar was ik? Oh jawel. De laatste ronde zit er alweer bijna op. Armstrong in ronde nummer 14 uitgevallen. Tsunoda en Perez. Sorry, dat zeg ik niet goed. Dat zeg ik wel goed, mijn fout. Tsunoda en Perez uitgevallen in ronde nummer 18. Dat was trouwens niet Gasly.
en Ricciardo in ronde nummer 25. Dat betekent, er komt een eind aan deze knotschikke grote prijs van Azerbeidzjan. Wij winnen dus de wedstrijd. Pakken gewoon weer goede punten voor het team. Krijgen Driver of the Day. En dan gaan we ons lekker voorbereiden voor de volgende wedstrijd in Canada natuurlijk. And so ends another Azerbaijan Grand Prix. A fascinating race and a well-deserved victory. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, staying out of trouble was probably the most important factor here. In the race where half the field weren't classified at the checkered flag, you were able to guarantee a good result by basically keeping the car running. With their pace and a decent strategy as well, I don't think the race was ever really in doubt. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Azerbeidzjan. Perez naar P2, Charles Leclerc naar P3. En wij hebben ook dat snelste resultaat in handen genomen. Sainz naar P4, Hamilton op P5, Bottas 6, Russell 7, Gasly 8, Ocon 9 en Lance Stroll pakt het laatste punt voor Aston Martin. Heel veel uitvallers. Verstappen, Armstrong, Tsunoda en Perez en Daniel Ricciardo. We gaan ons gewoon lekker voorbereiden voor de volgende wedstrijd in Canada natuurlijk. Eerst nog even de rest zien van de resultaten namelijk. Ricciardo op 2 rondes gezet vanwege die uitvalbeurt. Klassement, 64 punten verschil na Verstappen en Perez komt dichterbij aan Max. 121 punten los van McLaren, dus dat zit wel goed. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 Martin Remote content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder in Canada. Tot ziens.